of een bakkie? Take 100 en... Hallo! Is dit de bovenkant? Dit doe ik lassen. Ik zou zeggen, er is over nagedacht. Nou, ongeveer plus minus. Ik heb hem gepast. Dit is waar we de vorige keer gebleven zijn. En we gaan nu vandaag verder. En dan zou het zover kunnen komen dat we hem al in de primer gaan zetten. Want ook de buitenkant wil ik een complete metamorfose geven. En dan moeten we dus hem gaan stellen dat hij zo recht mogelijk komt. Het heeft echt wel de nodige pijn en moeite gekost. Als ik er nu aan draai, draait hij niet. Maar hij zit dus kaarsrecht. We kunnen verder naar de uitlaat. Die moeten we inslijpen. En dan recht zien te krijgen naar de uitlaat die hier in de boot zit. Daar moeten we op aanhelen. Hallo. Niet komen, niet dicht komen. Ik moet slijpen. Hij blijft niet zitten, hè? Dat is die zekerheid. Ja, zekerheid over alles. Ja, zekerheid is... Nou vraag je natuurlijk af, hoe ga je dat dan dichtmaken? Tape. En klaar is hij. En dan is dit de bovenkant. Het is een beetje slecht te zien, helemaal op camera natuurlijk. En ga gewoon slijpen. Heel belangrijk, hè? Safety. Dan gaat hij weer, het hele pretpakket compleet. Kijk, in principe, zie je het even? Ah, dit is sharp hoor, hè? Sharp. Ik heb even mijn soldeerbout erbij gepakt. Hier gaan we even mee bakken en braden. Is het koelblok voor tussen de uitlaat. Ik heb hem net helemaal schoongemaakt. Ben we nou een beetje aan het oppolijsten dat die draad en alles weer goed zichtbaar is, dan is het ook weer gangbaar. Mooi hè, met goud. Weer helemaal opgeknapt. Dit is een gat geweest van zoals de boot vroeger geleverd is. Dan kwam hier de uitlaat naar buiten. Maak ik een paar inhammetjes, dat als ik het zometeen vol ga stoppen met polyester, dat het dan ook een beetje extra grip krijgt. Deze kap heeft echt serieuze schades. Hele happen eruit. Dus dat ga ik even een beetje opschuren. Want als ik dan toch daar ga repareren, dan doe ik dat hier natuurlijk ook. Nou, dit is een heel lekker goedje, maar dat moet je altijd eerst even mengen. Zeker bij een nieuw blik. Dan ligt er een laagje olie op. En de bedoeling is dat je dat niet allemaal in één schep doet, maar dat je dat mengt. Als ik gewoon nog even lekker door sta te praten zo, in mijn plamuurhart. Lekker bezig, pik. Nou, smeren houden. Nou, moet wel mengen houden. Hier met mijn lamp, jongen. Lekker. Ja. Weet je niet zo'n lamp zonder snoer? Ik heb alles op accu. En ik heb wat aan doen met 2,30 meter ben. Kijk, al die bekende YouTubers hebben alles op accu. Wij staan hier met een of andere oude lamp. Ik heb nog nooit een plamuurmes op accu gezien. Deze is op accu. Zie jij een snoer? Wat is er mis met die lamp? Zie jij een snoer en mijn... Wat raakt dat lekker, zeg. Heerlijk. Oh. Oh. Dat heb ik echt alles maximaal gebruikt. Hier heb je zo'n boekie. Zit alles in? Dat doen ze zodat je je plamuurmes een beetje schoon kunt krijgen. Wat zou jij dat nou doen? Moeten we het bootje even omdraaien? Wel nee. Wat het doet de wibber? Ik was aan het draaien. Oh. Temperatuur. Temperatuur. Asclip. Nou, we hebben een mooie kunststof dopje erop.
Daar pomp je de brandstof mee naar binnen. Ik ben alleen even mijn poetslap kwijt. 18 jaar geleden heb je diezelfde carburateur nog schoon moeten maken. Nou weer. De mooie gewone schroef. Er zit niet echt een vlotter in dat ding, hè. Je ziet het al, er hangt ook geen bak onder. Niks. Alleen een dekseltje. Okay. Maar we gaan hem wel even openmaken om te zien of er nog sporen zijn dat we denken van hey, vervuiling of iets in die geest. Maar verder, ja, er is eigenlijk niet heel veel over te vertellen. We hebben deze twee stelschroeven. Die zijn zometeen belangrijk als we hem draaiend werkend hebben. Dan kunnen we hier het hoge en het lage toerental mee regelen. En dat is het. Het is echt een heel simpel dingetje eigenlijk. De schroef. Een heel mooi filtertje, zie je dat? Niks, geen hekkigheid. Wat is je me nou? Ah, hij ziet er gewoon wel gelikt uit, dat ding nog. Op zich. Ik kan hier niet heel veel aan doen. Ik had ook ooit een doosje met die oude uitlaat en de oude carburateur. Maar toen ik ging verhuizen, heb ik die volgens mij zo de bakje gesmeten. De volgende dag. Maar voordat we beginnen vandaag is het de tijd om de tank te gaan spoelen. De tank die zit hier in de boot. Gaan we dus loshalen, die hebben we gisteren voorbereid. Ze volgespoten met 42. Zou nu in principe zonder probleem los moeten kunnen. En hopen dat hij natuurlijk langs de motor kan. Yes! Even spoelen en weer inbouwen. De camera van mij die is natuurlijk weer designdeskundige. Dus die heeft eventjes een paar raampjes erop gemaakt. Maar dat worden geen ramen, hè? Dat worden luchtinlaten. Dat geluid, hè? Het geluid, jongens. Echt, ik ben helemaal zo blij als een kind. Zo blij als ik eigenlijk was dat ik dit ding net had. Zo blij ben ik nu weer. Gewoon door die herrie. Het geknetter. Het geur van brandstof. Hier kan ik beter een klein beetje schuren. Ja. Je ziet dat hij elke keer hapt. Maar hij is echt wel heel, heel gaaf geworden zo. Kijk eens wat een mooie strakke lijn. Kijk eens even. Wat een lijn hè. Zo, wat een lijn. Heb ook een nat neusie. Haal die honden op, koop ze. En koop een lijn. Kijk eens kwispelen. Met oren eraan. Helemaal geschuurd. Nou is het een kwestie van ontvetten. En dan gaat er een laagje primer op. Kost uiteindelijk toch altijd veel meer tijd dan dat je had gehoopt. We hebben natuurlijk die mooie coating. Yes. En die gaan we nou een beetje schuren met water. In de hoop dat die nog mooier en gladder wordt. Nou, ik ben een heel eind opgeschoten vandaag met de boot. En ben hem nu inmiddels alweer aan het voorbereiden voor de nieuwe laag. En dan komt er een gunpowder black coating op. Inclusief special paint striping. Dat was in ieder geval voor nu. In de volgende video ga je dat zien, inclusief de proefvaart. En ja, dan gaan we eindelijk zien wat dit monster eigenlijk kan. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je heel graag terug bij de volgende.